Als een konijntje starend in de koplampen, zo verstard en verstijfd kun je raken van stress. Het bloed suist door je oren, je ziet wazig en langzaam voel je je misselijk worden. En bij je puber zie je dat neusje langzaam wit worden of het gezicht zelfs groen. Je kunt door stress natuurlijk ook helemaal uit je dak gaan. Heel logisch. Allemaal. Ik ben Marina van der Wal en in de Opvoedbreinbrekers geef ik antwoord op vragen van ouders van pubers. Wil jij geen enkele opvoedbreinbreker missen? Dan abonneer je je natuurlijk direct en geef meteen een like. In deze opvoedbreinbreker geef ik antwoord op de vraag van Corrie en Theo. Of ik een stresshandleiding heb voor hun twee pubers. Ze hebben een zoon van 14 en een dochter van 16. Laten we eerst eens naar de biologie van stress kijken. Stress, je zou bijna denken dat het iets is van de laatste jaren, dat het pas geleden is ontdekt. Maar stress is uiteindelijk van alle tijden. Onze voorouders, die ooit achterna gezeten werden door sabeltandtijgers, hebben het vege lijf juist dankzij stress regelmatig kunnen redden. Niet dat daar beelden van zijn, want die sabeltandtijger is riant voor onze jaartelling al uitgestorven. Misschien had hij wel last van stress. Je kunt eigenlijk zeggen, als jouw puber gestrest is, is het ook niet dwars, maar juist op zoek naar veiligheid. Stress is echt een biologisch gegeven. Door die grap van die sabeltandtijger zou je misschien anders denken, maar het is echt een lichamelijke reactie op een onverwachte situatie waar je niet meteen weet wat je moet doen en hoe je het aan moet pakken. Je lichaam heeft maar één doel, jezelf in veiligheid brengen. Dat wij tegenwoordig vooral moeten nadenken als er stress is, dat is natuurlijk een heel ander verhaal als dat wegrennen voor die sabeltandtijger. Stress helpt je om onder druk te presteren en om, als het leven even niet zo heel duidelijk is en er dingen gebeuren die je niet had verwacht, toch te blijven presteren. Je komt volledig op scherp te staan. En dat maakt het dus ook lastig. Je lijf geeft allemaal signalen om op scherp te komen staan, terwijl er tegenwoordig vooral denkwerk van je wordt verwacht. Een voorbeeld bijvoorbeeld voor jouw puber. Het proefwerk waarbij de vragen net even anders gesteld worden dan je had verwacht. Dat is niet leuk, want hij of zij heeft zich daar niet op voorbereid. En je kunt nu in paniek raken tot het snot uit je oren loopt. Je kunt gaan huilen, wegrennen. Maar je kunt ook de lessen waar de onderwerpen uit de vragen langskwamen proberen voor de geest te halen. En daarmee aan de slag te gaan. Maar dan wordt er dus van je verwacht dat je gaat denken. Terwijl dat lijf van alles doet, behalve denken. Wegrennen. Weg van hier. Veiligheid zoeken. Ons brein is wat dat betreft wel een beetje verraderlijk. Als zich een stresssituatie voordoet, is het natuurlijk heel erg handig om het hoofd koel te houden. Nou, en dat doet het brein dus niet. Dat brein, dat geeft voorrang aan de emoties. En je herkent dat waarschijnlijk meteen. Schreeuwende en een tierende puber die jou heel erg duidelijk maakt dat jij er helemaal niets van snapt. Daarna de tranen of trap tegen een deur, boosheid en je kunnen focussen, snappen dat je echt die woordjes Engels op moet gaan dreunen.
dat matcht niet lekker. Die gaan niet goed samen. Eerst moet er rust in de tent komen. Troosten en pamperen in zo'n situatie werkt dus niet. Rustig worden, dat doe je volgens de dames en de heren die hier een studie van gemaakt hebben. Rustig worden doe je vooral in je eentje. Dus laat die puber naar zijn of haar eigen kamer stampen en hol er niet meteen achteraan. En als de rust dan weer is teruggekeerd, is er alle ruimte om aan de slag te gaan. En dat doe je dus niet door eerst uitgebreid te gaan vertellen dat het echt heel veel handiger is als je goed plant. Bijvoorbeeld te laat beginnen met huiswerk. Dat weet zo'n puber ook wel. Die puber van jou die is echt niet gek. Die is alleen maar gestrest. En gestreste mensen, die hebben een kort lontje. En steek dat lontje dus ook niet aan. Over stress valt heel veel te vertellen. En wil je de volgende vlog waarin ik meer tips geef over het omgaan met stress en jouw puber, wil je die niet missen? Vergeet je dan niet te abonneren. Zeker als je ook het belletje aanklikt, krijg je direct een melding als de volgende opvoedbreinbreker online is. En heb jij ook een vraag voor een opvoedbreinbreker? Die stel je via de mail. En voor nu wens ik je stressloze dag. Zorg goed voor elkaar.